Dames en heren, goedemiddag en welkom bij 75 jaar Market Garden. Tot 3 uur vanmiddag zijn we live aanwezig bij de herdenking. Straks om 2:30 gaan we kijken naar The Crossing. Hoe ging het 75 jaar geleden tijdens die oversteek? En om 2:50 gaan we schakelen met het monument hier achter ons. Bij dat monument zijn vele honderden belangstellenden en genodigden aanwezig. Dat zijn onder andere burgemeester Bruls, de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en de Amerikaanse generaal Clark. Maar voordat het zover is, gaan we het komende uur eerst praten met een aantal gasten die alles te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog en Market Garden. Een van de grotere activiteiten die ik samen met de vrijwilligers organiseer is op kerstavond, kerstmiddag. De lichtjesavond organiseren op militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Daar ben ik bijgekomen dat mijn schoonvader is Canadees, weliswaar geen oorlogsveteraan. Maar is wel heeft in Duitsland gelegen, heeft hier in Nijmegen een meisje ontmoet, is hier blijven hangen en dus heeft, ja, is wel een oud Canadees militair dus. En die was lid van die Canadian Legion en die organiseren, ja, in deze dagen herdenkingen. En ik ben denk ik een jaar of 10 geleden voor het eerst met hem mee geweest naar Holten. En daar is, ik denk, 30 jaar geleden een stichting ontstaan. Die hebben daar op kerstavond zijn die lichtjes gaan branden op de militaire begraafplaats daar. En toen, vooral om de jongens niet te vergeten, uiteraard. Vooral om de jongens niet te vergeten. En het mooie aan deze avond vind ik zelf, en dat hebben ze daar dus ook opgestart, dat gaat met de scholen uit de omgeving. Dus dat wij het niet vergeten, één, maar ook dat we het doorgeven aan de jeugd. Dus de scholen worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De vrijwilligers plaatsen de lichtjes eigenlijk langs de gangpaden waar de graven zijn. Maar het is de bedoeling dat de kinderen op die avond, middag, de lichtjes bij de graven plaatsen. Faces to Graves is eigenlijk een beetje niet figuurlijk bedoeld, niet letterlijk. Het gezicht bij het graf. Je maakt een plaatje van een soldaat, niet alleen een militair, maar ook wat het betekend heeft voor zijn familie. Je staat voor toen een je graf, niet meer terugkwam. Je ziet de naam, je ziet de leeftijd, maar u wilt dat eigenlijk al die herinneringen een gezicht krijgen. Het moet geen naam blijven, maar een gezicht met een verhaal. Een gezicht met een verhaal. En die verhalen zijn ook allemaal die worden opgeschreven en bewaard voor de toekomst. Wij zijn voor de Canadese begraafplaats en er zijn er 3 in Nederland. Met z'n 3 zijn we nationaal in een platform Canadian War Graves Nederland gegaan. En dan willen we alle Canadese graven in Nederland een gezicht geven. Maar goed, dat is een droom. Ja, en wat is uw eigen drive daarbij? Dat u die stap zet en dat volhoudt en dat wilt? Ja, ik ben na de oorlog geboren. Dus iedereen stelt mij die vraag. Maar wij zijn gastgezin geweest toen we hier kwamen wonen in de omgeving. En als je dus veteranen te logeren hebt en je staat met een veteraan bij het graf van zijn vriend en je voelt die emoties, dan weet je dat je eigenlijk dat niet moet overslaan. Die veteraan is inmiddels overleden, dan moeten we doorgaan. 1000 mannen zijn er dus achtergebleven, waarvan de mannen of waarvan de vrouwen en kinderen dus moesten evacueren. Want ze moesten achterblijven, want Lent werd eigenlijk bevrijd. Maar iets verderop, richting Arnhem, daar bleven die Duitsers zitten. Ja, dus daar ontstond een enclave, een vechtgebied. Ja, absoluut. En toen besloten die geallieerden, iedereen moet hier weg. Ja, iedereen moet hier weg. Dus alle mannen of alle vrouwen, alle kinderen moesten weg. Behalve 1000 mannen, die bleven achter. En die moesten dus eigenlijk voor het voedsel en voor het vee zorgen. Dat was hun primaire taak. Waar gingen die vrouwen heen? De meeste vrouwen gingen naar Brabant en of naar België. En ik weet bijvoorbeeld een van de plaatsen Gerardsberg. Gerardsberg gingen ze heen, ja. En die 1000 mannen, wat deden die? Want het lijkt heel spannend, maar het was eigenlijk een afschuwelijke periode. Ja, nou, ik denk dat het ook af en toe best wel spannend is geweest. Omdat er natuurlijk inderdaad granaten vielen, er waren bominslagen. En tegelijkertijd was er ook verveling. Ze moesten hun eigen sokken stoppen, ze moesten zich wassen, ze moesten spelletjes doen. Maar ook heel veel wachten, ja. En er was een strikte controle? Vrouwen mochten er niet komen. Maar er zijn verhalen dat er toch wel één of twee vrouwen wel waren. En dat die dan inderdaad in een overal liepen. En dan vooral dat het vooral niet zichtbaar mocht zijn dat het een vrouw was. Nou ja, en je had natuurlijk de nonnen in het klooster. Dat waren natuurlijk ook vrouwen. Ja. Het idee van ons was om elke dag één veteraan te laten lopen. Wat je nu ziet, is dat er gewoon elke dag staan er mensen. Ook
met slecht weer van de winter zal het waarschijnlijk een paar dagen zijn dat het niet zo is. Maar met mooi weer staan er altijd mensen. Dus de keer dat je nog alleen loopt, komt bijna niet meer voor. Ja. Voor jullie als veteranen, dus niet alleen stilstaan bij 75 jaar geleden nu, maar ook stilstaan. Jullie hebben ook voor Nederland gevochten op verschillende plekken. Ook dat verhaal nemen jullie mee bij die herdenking. Hè? Stilstaan bij die inzet van die Nederlandse militairen. Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten, we herdenken hier de Amerikaanse veteranen die overgestoken zijn. En natuurlijk herdenken we ook alle andere veteranen. Maar we hebben ook na de oorlog heel veel mensen verloren in Nederlandse krijgsdienst. Als we het hebben over Indonesië, over Korea, over Mali, Joegoslavië, Bosnië. En zo kun je nog wel even doorgaan. En die aantallen zijn enorm. Er zijn vele duizenden die het leven gelaten hebben na 1945. Ook daar lopen wij elke avond voor. Voor die jongens. Hoe komt dat eigenlijk naar boven? Van wie neemt zo'n initiatief? Je denkt, ja, er wordt hier een brug neergelegd. Hij krijgt de naam De Oversteek natuurlijk vanwege de herinnering. Ja, hoe ontstaat het omdat je denkt, hier moeten wij zijn. Dit is de plek waar je stil kunt staan bij die militairen die omgekomen zijn. Nou, het idee van de Sunset March is geboren op 29 september 2014. We stonden met z'n vijven bij elkaar. En een van de mannen die daar was, dat was Tim Ruiling. Die had al een keer met de lampen meegelopen hier over de brug. En toen dacht hij, wat zou het mooi zijn als hier elke avond een veteraan over de brug zou lopen. Dat heeft hij met ons besproken. We waren alle vijf enthousiast. Ambitieus plan. We zijn er ingedoken. We hebben er heel veel werk aan gehad. Maar uiteindelijk is het ons gelukt met, als je kijkt, nu toch wel een succes naar 5 jaar. Om de coördinatie te doen, dat is natuurlijk een boel werk, een boel afstemwerk. En daar heeft onze voorzitter een hele dikke rol in gespeeld. En met fantastisch resultaat, moet ik zeggen. Het is mooi voor elkaar gebokst en we hebben 75 tevreden mooie sunsetmaatjes kunnen maken. Wat krijgen die mensen mee die meegelopen hebben? Wat merk je aan hun reacties als ze bij de plaketten staan aan de Oosterhoutse Dijk? Mensen vinden het indrukwekkend over het algemeen. Zeker ook omdat wij willen eigenlijk dat het waardig en respectvol gebeurt. En dat is dus in onze beleving is dat in stilte. En als je in stilte loopt en je loopt langs die lantaarns, dan is dat voor veel mensen een moment van reflectie. Hebben mensen ook wel zelf mensen die ze kennen, die ze verloren hebben. En als dat niet zo is, dan zijn die 48 namen, 48 mannen die daar gesneuveld zijn, daar word je bij elke lamp mee geconfronteerd. Dus het is wel een moment dat je ook diep van binnen een bezinningsmoment voelt. En dat geldt voor gasten die we hebben, maar dat geldt voor ons als veteranen zelf ook natuurlijk. Ja. Mijn vader, die was bij de ondergrondse en mijn broers ook. En die werden dus al heel vroeg in het concentratiekamp gezet. En die oorlog, toen het hier losbrak, hebben zij dus niet meegemaakt. En we hebben die gemist. Zij waren opgepakt om naar vlucht te gaan, dacht ik, hè? Die zijn opgepakt omdat ze dus onderduikers hielpen enzovoorts, hè. Maar om het verhaal waar het om gaat, dat was van de Tweede Wereldoorlog. Op een bepaald ogenblik werd er zo hard gevochten in de Ooipolder dat wij naar Nijmegen vluchtten. Want daar hadden wij familie wonen en daar dachten wij dat we veiliger zouden zijn. Dus ze komen hier met een paard en wagen vlak bij Nijmegen. En daar stonden een stuk of 15 Engelse tanks opgesteld, vlak bij de brug eigenlijk, de dijk bij de brug. En toen kregen we een aanval van Duitse vliegtuigen op de Waalbrug. De paard en wagen werden door die Engelsen aan de tanks vastgebonden. En wij gingen langs de dijk liggen. En toen zagen we langs de heuvelrug die Duitse vliegtuigen aankomen. En toen kregen die een spervuur van Engels geschut, van afweergeschut, aan met lichtkoers. En het gekke was, die hele brug stond in het licht. Dus het doel was heel makkelijk te vinden. Maar wat deden die Duitse vliegtuigen? Die waren heel laag, kwamen die aanscheren. Die gingen niet door de spervuur heen, maar lieten die bommen vallen en maakten dat ze wegkwamen. Kijk, we zien ze gaan vertrekken. En het is toch een werk, kracht. Het was destijds ongeveer 350 meter. Het zal nu een stukje korter zijn, maar nog steeds. Het is nog steeds. Het is de stroming water. Is er ja, nog. Het is, dus de rivier is wat smaller dan in die tijd, maar het is toch gedurfd. En je ziet al, zelfs nu zie je al hoe een
bootje wegdrijft van zijn route. Je steekt niet recht over. Hè? Je wordt toch meegesleurd door dat water. Dus je moet ook nog eens een keer kracht zetten. En je moet dan bedenken, deze jongens hadden ook nog wapens bij zich. Dus ze hadden ook nog. Het was gewoon zwaar om iets over te zetten. Maar je ziet hoe lastig het nu is. Hè? 2019, met een modern bootje, met voldoende paddles, getrainde jongens. En nog is het lastig. Ja, en we horen hier aan de Lentse zijde, daar liggen in het gras, liggen ook Duitse militairen. Die vuurden toen volop. Er werden ook kanonschoten gelost op de mensen in het water. Dat viel in het water. En je moet je ook voorstellen dat vrienden verloren hier hun kameraden. Die werden meegesleurd door het water. Als jij daar zit, wat zou je dan doen? Je kameraad achterna springen? Nee, die laat je gaan. De overkant moet gehaald worden. Ja. Ja. Inmiddels komt het eerste bootje nu aan land. Hoe ging het toen verder? Want dan ben je aan land, maar dan zijn die Duitsers er nog steeds. Ja, die Duitsers zijn nog steeds. Ja, je moet oprukken. En dat oprukken, dat moest door die uiterwaarden. Dat ging bijvoorbeeld naar het fort van Lent. Daar zat een enorm bataljon met Duitsers. Nou, het fort veroveren, dat is toch lastig. Hoe kom je binnen? Er was één bruggetje, er lag een gracht omheen. Dus ja, kom dan maar eens doorheen. En dat was dodelijk. Niet alleen die 48 doden, die vielen niet alleen op het water, maar die vielen eigenlijk ook als je telt. Ik geloof dat 23 op het water vielen, maar eigenlijk in de eerste 100 meter daarna vielen die andere doden. En sommigen werden getroffen en overleden trouwens, niet op je 20ste, maar 2 dagen later of 3 dagen later. Maar je moet gaan. Je komt hier aan land en het is, nou wat zal het zijn, 1500 meter naar die Waalbrug toe. En ze gaan 's middags om 3 uur steken ze over en 's avonds om 6 uur, 7 uur staan ze bij die Waalbrug. En dat is dus een enorme strijd geweest. En ik zeg altijd, je moet stilstaan bij de Amerikanen die omkwamen. Dat waren waanzinnige helden, jongens die stap deden. Maar bedenk ook, in dit gebied, honderden Duitsers zijn hier omgekomen. En ik zeg altijd, nu moet je ook stilstaan. Dit gebied hier, waar wij hier staan, aan de Waal, aan de Lentse zijde, is voor mij het verhaal van de waanzin van oorlog. Jongens die gedwongen werden, ook Duitsers die moesten vechten. En zelfs op de spoorbrug stonden Duitsers die zich wilden overgeven. Maar in deze strijd werden geen krijgsgevangenen gemaakt. Misschien dachten die Amerikanen er ook niet aan, want ze werden natuurlijk ook enorm bestookt. En pas in de jaren 90 was er een Amerikaan, Captain Burris, die heeft een boek geschreven. Die zei van eigenlijk hebben wij, die was hier een van de mensen die ook overstak. Die zei, eigenlijk hebben wij gespot met alles wat met oorlogsrecht te maken heeft. En die had in de jaren 90, keek die toch terug, stond erbij stil, keek ook naar die Duitsers en zei van, ja, dit had ook niet gekund. En ik vind het toch mooi dat je na die tijd die reflectie krijgt om na te denken van, jongens, ja, wat is oorlog eigenlijk? We gaan voor hier afsluiten. We gaan helemaal naar de overkant waar de echte officiële herdenking gaat plaatsvinden. Blijf vooral kijken, want ook die zenden we natuurlijk live uit. Maar voor nu gaan we naar de herdenking. Goedemiddag, dames en heren. En zeker ook jongens en meisjes, de jongste generatie die hier zijn. Welcome to the annual commemoration of the heroic crossing of the River Waal. Here at the monument at the Oosterhuitse Dijk. And like every year, on this year we commemorate the 48 heroes who started their crossing here but never completed it. And September the 20th also marks the liberation of the city of Nijmegen. A particular word of welcome for our special guest, United States Ambassador Piet Hoekstra and his wife. Good to see you again. The representatives of the embassies of Canada, Poland and the United Kingdom. General Clark, commander of the United States Special Operations Command. General Winsky, commanding general of the 101st Airborne Division, and General Mingus, commander of the 82nd Airborne Division. Other representatives of the 82nd, and members of the family of General Gavin, good to have you here too. The King's Commissioner, Mr. John Behrens, and of course the children of the Oversteek Elementary School. Like every year, these children, they will play an important role in this commemoration. It's good to have them here as representatives of the next generation. Heel goed, jongens en meisjes van de Oversteek, jullie er weer bij zijn. Jullie zijn elk jaar mooi in touw, de hele ochtend al, om dit een prachtige herdenking te maken. And last but not least, a very warm welcome to all those veterans assembled here, and especially the 3 who have actually made the crossing. Hugh Wallace, Richard Rollier and John Coates. Give them a warm hand, all those men, those brave men.
You know, yesterday I had the unique opportunity to jump out of a perfectly good airplane. And I was strapped to a Dutch paratrooper who had jumped 3,000 times. And for the first time, maybe I got a sense as we left and we were in the plane, and we only flew for a short period of time. And we were over Husbeck and we jumped out. But as you're sitting there, it's kind of like, this is what those paratroopers must have felt like in a very, very small way 75 years ago. I didn't have a gun with me. I didn't have a helmet. As one of our colleagues in the airplane said, Tom Rice, who jumped 75 years ago, when he landed, the Dutch media said, Tom, what was different? And he said, well, they weren't shooting at me this time. But you have to think that as they flew from England and as they were flying here, once again, they were asking the question, exactly what do you want me to do? A few years ago, before that, when they were put into the Army, the Navy, or the Air Force, they said, exactly what do you want me to do? Go to Asia, go to Europe, put my life on the line to liberate countries and people that I don't know. On D-Day, they were asked, and they said, exactly what do you want me to do? To storm the beaches of a country that is heavily defended by the Germans? But they answered the call. And then a few months later, they were asked to get on airplanes and fly to this little country called the Netherlands. And I'm sure many of them asked, exactly what do you want me to do? To parachute into enemy-held territory and to begin a process of liberating another country in Europe. But each and every time that Americans, the British, the Canadians, the Poles, and our other allies in the Dutch resistance asked that question, exactly what do you want me to do? They said, thank you. Thank you for telling me. They probably said it in a slightly more colorful way. All right, but they said, thank you for telling me. And we'll go get the job done. Today we commemorate the heroes that I'm sure asked that question. You want me to get into that boat and do what? And they were told, and they said, thank you. We'll get the job done. And they did, and they liberated one more town, one more community, one more small spot of the Netherlands, of Europe. Thanks to the wonderful people of Nijmegen for welcoming us to your city. We stand today at the center of one of the greatest battlefields ever known. 75 years ago, in the largest operation to date, more than 30,000 paratroopers jumped into Holland to seize the bridges that would allow a swift liberation of the Netherlands and an entrance into Germany. A Red Cross nurse named Angela Hawkins witnessed this launch from England. Seeing a mass of airplanes so thick that it covered the sky, she thought, this attack, wherever bound, must surely bring the end of the war. And that was precisely the goal. But unfortunately, it did not end the war. Operation Market Garden, in the end, failed to achieve its specific objectives. But if we look at it in hindsight, it achieved something far greater than the architects of this operation could have hoped. On these riverbanks, 700 men from the 82nd Airborne Division,
set out to cross the wall in canvas boats, with paddles that were their rifle butts, with boats that they had never practiced with or never been on before. 48 of them never returned home, and many more, countless more, were grievously wounded. There is no doubt that it was one of the most courageous actions of this war. However, it was not blind courage, but one with clear purpose. Theirs was a daring effort to save the beleaguered British, Polish, and Dutch comrades in Arnhem. That's what gave them the intestinal fortitude to push on, because they knew their comrades to the north were in trouble. For years, the Allies had shown that they could fight together. But during Market Garden, and here in Nijmegen specifically, we found proof that they were willing to fight and die for each other. Today, we just don't stand on a great battlefield. We stand on a true birthplace of one of the greatest alliances in history, a partnership born of shared values and the hope that liberty could one day eradicate tyranny. That alliance has protected us, protected our way of life for three quarters of a century, and will do so for many years to come. But it is only as strong as our united resolve. Even now, evil forces seek to weaken our bond, and deterring their aggression is both a noble cause and a heavy burden. The 49 names who appear on this monument were proud champions of this call alongside their comrades, American, British, Polish, Canadians, and Dutch. Who will step forward and carry this torch today, if not us? I pray that we never forget their legacy or fail to live up to the promise they saw in the distance on this far of the river. Bless us never forget. Thank you very much. It's an enormous privilege and an honor for me to remember this memorial as a symbol of our appreciation. Thank you for your service. Thank you for your bravery. Great honor and absolute privilege to be just surrounded.